Ben jij een probleemdrinker? Nee, geen probleemdrinker. Nee. Niet meer, zou ik zeggen. Nee, dat denk ik niet. Maar dat was je wel? Zeker gedurende de coronacrisis. Dat is nu natuurlijk niet helemaal voorbij. Maar nu we weer les hebben, college op de Unie, merk ik wel dat het makkelijker is om wat minder te drinken. Hoeveel glazen alcohol drink je per week? Ja, nul nu. Twee per maand of zoiets. Oh, it depends how messy my Fridays get, isn't it? Ik denk toch wel 8. Probably 14. Mannen zijn probleemdrinkers als ze 21 glazen alcohol per week drinken en vrouwen als ze 14 glazen alcohol per week drinken. Dus haalde je dan de definitie probleemdrinker? Afgelopen weken niet meer. Maar in het verleden zeker wel. Nee, dat weet ik niet. Sowieso niet. Do you think that's a reasonable definition? Yeah, I'd say so. I'd say that's quite excessive, to be honest. Ja, 21 glazen natuurlijk, ja, is veel, dus dan ben je wel probleemdrinker. Maar je kan denk ik ook wel probleemdrinker zijn als je alcohol gebruikt. Ook maar ergens, als je ergens aan denkt wat niet leuk is. Of er nou 2 of 6 zijn, als je niet zonder kan, dan is er een probleem. Zijn er wel eens dagen in de week dat je 6 glazen alcohol drinkt of meer op 1 dag? Ja. Volgens de officiële definitie ben je dan wel een zware drinker? Ja. Een zware drinker als je dat 1 keer drinkt? Echt? Wow, grappig. Wist ik niet eigenlijk. Als jij dat zegt, dan ben ik inderdaad een zware drinker, ja. I mean, if you're having like 3 pints a night, 4 pints a night, like every single night, then perhaps there's a problem. But if you're letting loose at the weekend, it's not necessarily such a bad thing. Denk je dat de universiteit stappen zou moeten ondernemen om studenten minder te laten drinken? Het zou wel een goede zijn. In ieder geval, denk ik, gewoon informatie geven over wat inderdaad een zware drinker is en dat soort details. Ja, ik denk niet dat de UvA heel veel effect daarop heeft. Het is een autoriteit en ja, studenten sowieso echt aan afzetten meestal. I think the university can do much in terms of alcohol. It can do a lot of in terms of mental health. Als ik op een voetbalvereniging ben en ik drink daar 10 glazen bier, dan heeft de universiteit daar niks mee te maken. Especially housing, as a lot of students don't have a house. So they are going from friends to friends, staying only on parties, because that's the only place where they can sleep. So then they're drinking more, and it's a vicious circle. Wat ze bijvoorbeeld ook doen is minder alcohol serveren op evenementen die ze zelf organiseren. Zou dat ook helpen, denk je? Op zich best een goeie, want als het er niet ligt, dan ben je ook niet geneigd om het te pakken. Yeah, maybe it would help, but to an extent, people are gonna, if they want to find more alcohol, then they're probably gonna go to other places to look for it, right? They are trying to do some weird things, as ban alcohol or ban smoking cigarettes, which doesn't help in the situation of the students, and they are not attacking the crucial problems. En een totale drooglegging, zou dat een goed idee zijn, als bijvoorbeeld ook het Kajakcafé geen bier meer mag schenken? Ik denk dat dat vooral de plezier afhaalt. No, I think that'd be terrible. Dat zie je ook in Amerika. Toen hebben ze het ook drooggelegd en het levert alleen maar criminaliteit op. En dan gaan mensen het stiekem doen en dan hou je het toezicht een beetje weg. Op zich klinkt het eigenlijk al best wel normaal als je het zegt, dus het zou wel een goede zijn. I mean, we live in the Netherlands, right? I mean, we have coffee shops here where they sell marijuana. But I can tell you now that the marijuana consumption in the UK where it's illegal is a lot higher and a lot more irresponsible. So I mean, banning something or getting rid of something isn't necessarily the correct step to take.